De verschillende organisaties die het hindoeïsme in Suriname hoog houden, hebben gisteren in aanloop naar het Holi Pagwa feest van komende vrijdag de Pagwa Milan en infobeurs georganiseerd. De Pagwa Milan is georganiseerd met het oog op een gezonde levensstijl. Volgens Sunita Ramlogan Tewari, voorzitter van de organisatie Hindu Media OHM, wordt deze dag altijd georganiseerd het weekend voor het Holi Pagwa feest. Zij gaat in op de verschillende activiteiten. Om mensen alvast in de sfeer te laten komen, hè? In de sfeer van Pagwa-viering. Dus dan organiseren wij een aantal activiteiten. En de bedoeling is dat mensen gewoon hierop afkomen. We hebben chowtaalgroepen die hier gaan komen spelen. We hebben een aantal activiteiten. Dus ja, iedereen moet echt hier naartoe komen om de sfeer te proeven. En dan ja, zo in de stemming raken. Ja. Nou, wat we binnen huis hebben, hè, binnen het gebouw, dat zijn meer de infostands. We hebben dus inderdaad stands op het gebied van medisch. We hebben religieuze stands. We hebben spirituele stands. Hè, dus echt over ja, weet je wel, hoe je toch levensstijl kunt veranderen. We hebben, ja, je kunt hier ook je bloed laten meten, hè, van of je bloeddruk hoog is en suiker laten. Dus inderdaad, een aantal medische stands, spirituele stands en, ja, en inderdaad wat kennis nemen over het hindoeïsme. We hebben Brahma Kumaris, we hebben een Hari Rama Krishna tent, dus om zo toch wel ja, wat informatie te verkrijgen. Meer gericht op het hindoeïsme dan. Hè. De OHM-voorzitter geeft verder aan dat de verschillende organisaties de afgelopen 2 jaar niets hebben kunnen doen in verband met COVID-19. Bij de activiteiten van zondag zijn er door tussenkomst van de sportvereniging Himmet wat medische spullen aan senioren gegeven. Ja, dus Himmet is Himmet vriendengroep, die doet al jaren donaties, hè? En wij als OHM zijn daar een partner in. Wij zorgen ook voor een stukje distributie. Dus de bedoeling is altijd dat mensen zich moeten opgeven op kantoor. Ze komen dan op een lijst te staan en afhankelijk van het aantal goederen die beschikbaar zijn en die zij natuurlijk vragen, ja, wordt er een match gemaakt. En dan worden die mensen dan uitgenodigd om hier hun rolstoel of rollator op te kunnen halen. Omdat het inderdaad wel toch belangrijke hulpmiddelen zijn, hè, waarin een tekort is. Daarnaast hebben we dus bejaardentehuizen uitgenodigd en die konden ook hier meekomen genieten van de muziek, van alles wat hier zich afspeelt. We hebben kindertehuizen uitgenodigd, we hadden een barakoek-out, want ja, we willen toch proberen een van de belangrijkste Hindoestaanse gerechten dat te promoten, maar ook op een healthy manier, hè, op een gezonde manier. Want ja, vandaag de dag al die snacks en oliegebakken en ja, te veel zout en ja, daar moeten we eigenlijk een beetje vanaf. De organisatie van de Pagwa Milan lag in handen van de organisatie Hindu Media, OHM, Culturele Unie Suriname de KUS, de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie, NHSI, Juvadal en Nafyuk. De activiteit is gehouden op het terrein van Lalaroek.